Vandaag lopen we weer in de bossen van Epe. En we zijn hier omdat we op 5 minuten afstand een hele mooie bungalow te koop hebben. En daar woon je zo. Dus binnen 5 minuten loop je in uitgestrekte bossen. Hier kun je prachtig wandelen, fietsen. Ja, je woont hier midden in de natuur. En je hebt hier 100% wildgarantie. Je ziet ze heel vaak hier. Maar u bent vast benieuwd naar de woning. Daar lopen we nu naartoe. Ja, we zijn aan de Vredenburglaan. En we hebben te koop nummer 4. Dat is een bungalow gelegen op ruim 1600 vierkante meter. Gebouwd in 1970. Alles gelijkvloers met een dubbele garage en een tuin op het zuiden. En dan woon je hier in de prachtige bossen van Epe. Ja, dat is echt mooi. Maar we gaan binnenkijken. Kom maar mee. Ja, dan komen we binnen. Prachtige hal. Wat gelijk opvalt is dat er enorm veel licht binnenkomt in deze woning. Dus je hebt een hele lichte bungalow. Hier rechts hebben we een prachtige werkkamer, een toilet, een garderobe en we hebben hier toegang tot een souterrain. Maar hier beneden zit een souterrain. Die wordt nu gebruikt als galerie. Hele mooie ruimte. Maar we gaan nu naar de woonkamer. Ja, de woonkamer is royaal. Hoge plafonds. Hier links hebben we trouwens de keuken. Een dichte keuken met hoekopstelling voorzien van inbouwapparatuur. Dan lopen we hier weer door naar de woonkamer. Mooie ruimte. Schuifbui naar die prachtige tuin. We hebben hier een grashaard. Ja, heel sfeervol. Zijn we weer terug in de hal. Hebben we hier een hele mooie boekenkast. En hier tegenover hebben we een hele mooie patio. Kun je met de schuifbui naartoe. En daar in de hoek zit een deur naar de dubbele garage. En hierachter heb je 3 slaapkamers en 2 complete badkamers. Alles op de begaande grond. Ideaal. Ja, dan loop je buiten in een hele mooie tuin. Een Japanse tuin. Dat zie je niet zoveel. Wat ook mooi is dat je het licht hier op het zuiden, volledige privacy. Diverse waterpartijen, bruggetjes. Dit is echt uniek. Zou u willen wonen op deze prachtige locatie met die mooie Japanse tuin? Bel ons kantoor, daar laat ik u het graag zien.